President Chandrika Prasad Santokhi ziet graag snel een selectie van projecten die de regering van plan is uit eigen begroting uit te voeren. Het IMF-programma en steun van de IDB en de Wereldbank stellen de regering nu in staat uit eigen besparingen projecten uit te voeren. U hoort het staatshoofd tijdens de persconferentie op maandag 7 maart 2022. Voor wat betreft het IMF-programma, wat goedgekeurd is eind 2021, krijgen wij totaal 688 miljoen Amerikaanse dollar verdeeld over 3 jaren. In feite een bedrag van 688 miljoen. In feite is al 1 jaar al voorbij. Dus 2021 na die goedkeuring hebben we die eerste tranche gestort gekregen van 56 miljoen. Dus we hebben nog 3 jaren. 2022 krijgen we een tranche van 228 miljoen. 2023 een tranche van 230 miljoen. Allemaal Amerikaanse dollar. En 2024 een tranche van 174 miljoen Amerikaanse dollar. Een bedrag van 200 miljoen is gereserveerd voor die begrotingssteun. Want al die andere gelden, die zijn bestemd voor die betalingsbalanssteun. Het is bestemd voor de centrale bank, de Kona UNO. Omdat daar die reserve is opgemaakt. Daar is alles leeg gedragen en dat moet weer opgebouwd worden. En een deel, dat is ongeveer 200 miljoen, is wel gereserveerd voor begrotingssteun. Maar dat is om die lening die de vorige regering gesloten had met die centrale bank, dat we die lening gaan aflossen. Zodat die centrale bank daar weer sterker begint te worden. Maar omdat we dat gaan doen, dat we kiezen in zo'n ruimte dat we begroting voor UNO, dat we daar weer projecten kunnen gaan uitvoeren. Wij moeten rekenen houden dat we ook een financiële steun hebben van de IDB. En we kunnen met de middelen van IDB ook die steun van IMF en die Wereldbank tal van projecten uitvoeren. Natuurlijk hebben we ook onze eigen besparing. De projecten zijn al geïdentificeerd. Nu gaan we die selectie maken. Hopelijk dat deze maand de laatste maand wordt, want het duurt een beetje te lang, ja. De laatste maand wordt van die selectie van de projecten die we met eigen begroting gaan financieren, daarna de projecten die door IDB financieren en daarna de projecten die door andere donoren en Wereldbank gefinancierd gaan worden, zodat dit jaar weer projecten gaan uitvoeren.